Goedenavond iedereen, ik ben Lisa Asselbergs, ik ben Miss Wellness Media 2019 en we zijn hier samen op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Ik heb hier bij mij Charis Peters. Hallo. Jij bent schoonheidsspecialiste? Ja, dat klopt. Ik heb mijn eigen zaak in Mortsel sinds 2 jaar, Cameplus. Verklaar die naam, Cameplus. Ja, ik heb de zaak 2 jaar geleden overgenomen van een bestaande zaak en die heette Camé. Camé komt van het brosje van de bommetjes vroeger, dat je wel misschien kent. Ik vond Camé op zich een mooie naam, maar ik wou er iets aan toevoegen omdat ik het overnam. Ik was aan het zoeken Camé en Moor, maar dat vond ik dan te Engels klinken. Ook voor mijn bestaande klanten vond ik dat niet zo ideaal. Dus dan kwam ik ineens op plus, dat kan je in alle talen herkennen. En ook je kan het plusteken ervan maken of voluit schrijven de plus. En daarom Camé plus. Zalig, ja, dat is iets anders dan de 2.0 dat je tegenwoordig ook heel veel ziet. Super, heel inventief. Naar wat kijk je het meest uit in deze verkiezing? Naar de ervaringen van anderen. Ook gewoon het bijleren van nieuwe opleidingen. Vooral dat. Echt het ervaren van alles rond de wellness. Nieuwe dingen leren kennen, nieuwe mensen leren kennen, nieuwe merken. Die dingen eigenlijk. Ga jij soms op reis? Weinig. Ja. Heel weinig. Altijd werken. Ja. En we hadden een reis geboekt, maar die is geannuleerd dankzij Thomas Cook. Dus... Ai, dat is wel minder. Dus jij hoopt natuurlijk wel op die hoofdreis voor naar de Seychelles te gaan. Ik denk dat iedereen dat hoopt, maar dat is niet mijn bedoeling. Dat was niet mijn instantie om hier aan mee te doen. Maar het zou leuk zijn, uiteraard. Ik gun het je alvast. Dank je wel voor dit interview en ik wens je heel veel succes. Dank je wel.